Ja, het begon allemaal in de Tweede Kamer bij die van de Burg. Ja, die staatssecretaris. Die zei in de Kamer op een gegeven moment, zomaar ineens van ja, dat het uitstekend is dat er geen kabinet Wilders 1 zou komen. Nou, hup. Ja, en daar waren natuurlijk de poppen aan het dansen en Wilders, hup. Die klinkt natuurlijk in zijn Twitter gedoe en die zegt gelijk, die van de Burg, dat is een één mannetje. Ja, ja, en het wordt tijd dat hij opkruist. Ja, en toen buitelde iedereen over Wilders heen. Ja, nee, dat was allemaal, dus zei je omzicht en de Caroline en eigenlijk iedereen, die zei, dat was ongepast. Maar, wat Wilders had gedaan, dat kon eigenlijk niet. Nee, nou ja, en ik denk bij mezelf, ja, wat is hier nou helemaal aan de gang hier? Welk misverstand hebben we hier? Waarom valt iedereen over Wilders heen? Ja, dat vroeg ik me af. Want ik denk, waar is het nou begonnen? Het is begonnen in de Tweede Kamer, bij die van de Burg. Die stonden aan op de boel. En hoe haal je het in je hoofd als VVD? Je bent in een formatiegesprek met PVV en met die Wilders. En dan laat je jouw nummer 4, die van de Burg, op jouw lijst. Die laat je dan in de Tweede Kamer, laat je die Wilders afzeiken. Welk idee zit daar nou achter? Wat is daar nou weer de bedoeling van? En denk je dan dat Wilders niet reageert? Is dat dan ook het idee? Natuurlijk gaat die Wilders reageren. En die denkt met zichzelf, wacht even, ik zal je even helpen van de Burg. Terwijl je toch wel zo lekker bezig bent met asiel en die puinhoop in de avond. Ja, dus ik begrijp helemaal niet waarom die van de Burg helemaal de dans op sprong. Nee, die werd niet genoemd, die kreeg geen ongepast in zijn hoofd. Nee hoor, nee. Dus vrienden, in dit hele verhaal denk ik alleen maar bij mezelf. Als ik moet kiezen, hè, kiezen van de Burg. En Wilders? Ja, dat is toch Wilders.